Ze worden steeds populairder en schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Klompenpaden. Ook in onze regio duiken er steeds meer van deze wandelpaden op. Zoals vandaag weer één in Park Lingenzegen. Voor het natuurgebied is dit het derde klompenpad en daar zijn ze maar wat trots op. Ja, het klompenpad, het tweede klompenpad in Park Lingenzegen. Het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard. En er is nog een derde op komst binnenkort en die gaat onder de rook van Nijmegen plaatsvinden in het park Doornik. Zo'n klompenpad kan eigenlijk alleen ontstaan in samenwerking met bijvoorbeeld de boer of de eigenaar van de grond. Want zo'n klompenpad is een pad wat andere bestaande paden met elkaar verbindt, waardoor je een groter gebied krijgt om te wandelen. Dat er zoveel betrokken vrijwilligers zijn die zeggen, kom, wij hebben een idee, een klompenpad openen om inwoners en ook bezoekers van onze mooie gemeente te laten genieten van het landschap wat wij hier hebben. En hun te laten ervaren hoe mooi het hier is door een klompenpad samen te stellen. En natuurlijk in deze prachtige weidse omgeving van Park Lingenzegen met unieke stukjes hoogboomstamgaarden, de pocketparken van Park Lingenzegen en ook de gemeente Lingewaard. De Mariakapel op de heuvel, de Heuvelse straat en een stukje WO2-geschiedenis. Dat is natuurlijk uniek. De wens voor een nieuw klompenpad hangt al een tijdje in de lucht. Wij zijn vorig jaar met 3 bewoners zijn wij begonnen in overleg met Park Lingenzegen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Begonnen om te kijken in hoeverre wij hier een klompenpad konden ontwikkelen. Er stond een advertentie in het gemeentenieuws, zowel in Overbetuwe als in Lingewaard, dat ze mensen zochten om mee te helpen met het ontwikkelen van het klompenpad. We kwamen op een gegeven moment hier op het terrein en hier zit dus een persoon die dus ook een camping heeft en ook nog een bedrijf uitvoert. Daar zijn wij mee in contact gekomen en gevraagd of wij over zijn terrein mochten gaan lopen. En daar hebben we samen met hem hebben we ook bepaald van wat de route is waar hij gewoon de mensen ook op kan laten lopen. Verder hebben we ook nog eentje bij de Kersenbongert. Daar is helaas niet door de Kersenbongert, maar wel langs de Kersenbongert. Daar zijn 2 landeigenaren die daar toestemming voor hebben gegeven. En uiteraard ook mensen die je dus nodig hebt om ruggespraak mee te houden. Dat is ook wel belangrijk. Iedereen, ook de wethouder, staat te popelen om van het nieuwe pad gebruik te maken. Ik ga hem vandaag ook voor het eerst lopen. Ik begrijp dat het te nat is om alle onderdelen te doen. Maar ik heb wel de klompen aangetrokken, zoals u heeft gezien en gehoord. Dus we gaan een stukje lopen na de onthulling van het bord, het startbord.